Gravenberg. En daar is het 7-0 door Ryan Gravenberg. Gravenberg zou kunnen, ja, precies. Gravenberg. Gravenberg, ja, ja, ook hij. Net als... Gravenberg. Combinatie in de kleine ruimte. En nu scoren. Gravenberg, het is 2-0 voor Ajax. Schitterende goal van de 17-jarige. En wat is hij dan handig daar. De voorzet, die is goed. En daar is het doelpunt. Ja hoor, Gravenberg zorgt voor 0-2. Ajax doet niet zo heel veel in aanvallend opzicht. Maar ja... Gravenberg, goed gespeeld. Kudus 3-0. Verdekt geschoten. Gravenberg. En daar 0-7. Ekkelenkamp. Neres. Oh, ho, ho, ho. Ja, dat is wel een mooie goal. Hier Anthony en daar is de 3-0. Huntelaar was er al dichtbij. Goed gedaan door Taylor en de goal toch nog van Gravenberg. En dan wordt het toch nog 4-0 in de extra tijd. Aller, dit is Gravenberg en Gravenberg zoekt en vindt de treffer. De openingstreffer van Gravenberg in de 22e minuut. En dan moet dat de eerste kans opleveren voor Ajax en de goal ook meteen. Gravenberg vanaf de rand, 16. Gravenberg, Brobby, nog een keer Brobby, tikken en binnen. 3-0 nog voor Ajax, voor het sluiten van de markt. Klaassen, Gravenberg, tempo gaat echt omhoog. Neres, verre hoek en daar is de openingstreffer voor Ajax. De bal komt daar bij Gravenberg en dan zit hij erin. Schitterend doelpunt. En dan Gravenberg. En die gaat er wel in. En zo is het 3-0. En walst Ajax in deze eerste helft werkelijk over Vitesse heen. Opgedraaid ook door Gravenberg. Daar is de kans voor Berghuizen. Daar is de goal. Wat een fantastisch doelpunt van Ajax. Tegenover Schippers. Bij de tweede paal. Klaassen duikt daarop en maakt dan wel die vierde. Gravenberg. Rens meldt zich dan ook voorin. Anthony tegenover Cox. Anthony, nu is er toch echt wel ruimte om lekker uit te halen. Wat plaatst hij hem dan prachtig in de verre hoek. Tadić die hem goed aanneemt en dit zou een kans kunnen opleveren als Anthony afdrukt en die ook gelijk binnenschiet. Aller kiest positie en bij de tweede paal kan Tadić hem zo binnenschieten. Dat was al heel snel in de derde minuut dat Ajax een voorsprong. Gravenberg weer gevonden. Aller nu raak bij zijn derde poging. Weer een fraaie aanval. Ajax de ruimte. Gravenberg nog altijd, vindt Klaassen. Gravenberg, vrije schietkans en de goal voor Ajax. Ryan Gravenberg in de 23e minuut. Maandje geleden gepasseerd bij Ajax. Thomas Müller en Gravenberg took it on and bags his first goal for Bayern. Infield here to find Matthijs Tel for Bayern. It's Matthijs Tel!